Hallo, in deze video ga ik jullie laten zien hoe je de oren haakt van Sjaan het schaap. Ik gebruik weer een dubbele draad van grijs en een pen van 6 mm. Eerst gaan we een ketting haken van 12. Lusje maken, haakpen erdoor en je gaat 12 steken haken. 1, 2, 16 steken haken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dat is nummer 16. Dus een ketting van 16. Ja, wat noemen we het vast een steken. Wat je nu gaat doen, we beginnen nu in principe met de eerste ronde. En dan gaan we in de tweede steek vanaf je haaknaald een vaste haken. Dus dit is nummer 1. Dit is nummer 2. Dus hier gaan we 1 vaste inhaken. Vervolgens doe je nog 2 vasten. Eén. En dat is twee. Nu doe je 9 halve stokjes. Eén. Twee. Drie. 4, 5, 6, 7, 8 en de laatste is nummer 9. Nu ga je weer 2 vasten haken. 1 en dat is 2. Je houdt nu nog 1 steek over en in die laatste steek dan gaan we 3 stokjes haken. 1 2 en dat is nummer 3. Trek even aan het begin touwtje, wordt de steek mooi dicht. En vervolgens gaan we nu in principe aan de andere kant doorhaken en dan doen we 2 vasten. 1 en dat is nummer 2. Ja. Dan gaan we verder met 9 halve stokjes. 1 2 3 4 5 6 7 8 en nummer 9. Lastig met 2 draden, want die wil wel eens laten hangen. Nu heb je nog 3 steken over. Nu gaan we in de andere 2 steken 2 vasten doen. Dus dat wordt 1
En dat is nummer 2. Er zit hier nog één steek. Daartussen. En daar ga je 2 vasten in haken. 1. En dat is nummer 2. Nou kom je bij de eerste steek van onze toer. En dan ga je ook 2 vasten in haken. 1. En dat is nummer 2. Dit is in principe ronde nummer 1. Je hebt dit gedaan. We gaan zo door met ronde nummer 2. Daar ben ik weer. We gaan door met ronde nummer 2 van het oor van Tja. Wat we eerst gaan doen, we gaan 2 vasten haken. 1. Dat is nummer 2. Vervolgens gaan we 12 halve stokjes haken. Dat hebben we in principe net ook gedaan. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en de laatste nummer 12. Dan ga je in de volgende steek 3 stokjes haken. 1. 1. Nou. 1. Nou, is het even verkeerd hoor. 3 stokjes. Even kijken. Ja. 1. Het is een beetje strak allemaal. 2. En de laatste is nummer 3. Wat heb je gedaan? Je hebt dus 3 stokjes gehaakt in die steek. Nu ga je naar de volgende steek. En doe je weer 12 halve stokjes. Ja, dit is een beetje 1, 2, even kijken als het goed gaat, ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, even nog opnieuw. 10, 11 en de laatste is nummer
12. Dan gaan we weer 3 vasten haken. Nou, het is vrij strak gehaakt, zie je wel. 1, 2 en de laatste, nummer 3. Wat we nu gaan doen, is gewoon 2 vasten in deze steek. Eén, twee, dan 1 vaste in de volgende steek. En dan weer 2 vasten in de volgende steek. Twee. Dit is ronde nummer 2. Ik zie je zo terug voor de 3e ronde. Daar ben ik weer. We gaan nu verder met ronde nummer 3. Wat we eerst gaan doen, we gaan 3 vasten haken. 1, 2, en dat is nummer 3. Dan gaan we 9 halve stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is nummer 9. Dan gaan we 3 vasten haken. 1, 2, en dat is nummer 3. Dan gaan we weer 3 stokjes haken in de volgende steek. 1, 2, dat is nummer 3. Die gaan we in principe weer naar de andere kant. En we gaan weer 3 vasten haken. 1, 2, en dat is nummer 3. Kijk, het gaat een beetje rond staan, dat is de bedoeling ook. Wat we nu gaan doen, is weer 9 halve stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nummer 9. Dan gaan we weer 3 vasten haken. 1, 2, en dat is nummer 3. Wat we nu gaan doen, we gaan een halve vaste haken in de volgende steek. Halve vaste is gewoon doorhalen en doorhalen. In deze vaste
Zet je markeerder. Want zo ben je nooit, weet je precies waar je bent. Wat je laatste steek is geweest. Ik zie je zo terug bij ronde nummer 4. Dit was ronde nummer 3. Daar ben ik weer. Dit is wat je nu hebt gehaakt. Hij gaat hier een beetje omhoog staan. Dat is de bedoeling ook. Van het oor van Sjaan is ook een beetje rond. In de volgende ronde, ronde nummer 4, gaan we in elke steek in de voorste lus een halve vaste haken. Dus je gaat er onderdoor. Sorry. In de eerste lus. Even zichtbaar voor jullie maken. Ja? Dan gaan we een halve vaste inhaken. En dan pakken we weer de eerste lus. En dan gaan we ook weer een halve vaste inhaken. Weer de volgende. Probeer het zo duidelijk mogelijk op de camera te krijgen. Valt niet altijd mee. In de eerste lus. Van de steek. Ook weer een halve vaste. Ga je de volgende steek doen. Ook weer een halve vaste. Niet al te strak proberen te haken. Gewoon normaal. En zo ga je de hele ronde door. Tot je weer hier bent. Bij de laatste steek. Voor je markeerder. Ik zie je zo aan het eind. Ik ben nu aangekomen in de laatste steek. Sorry, voor de markeerder. Ik pak weer de eerste lus van de steek. Ik haal hem door. En wat ik nu ga doen, ik ga hem gewoon afknippen. De draad afknippen. En straks, als we klaar zijn, gaan we hem gewoon afhechten. Gewoon doorhalen. En dan gaan we hem hier straks gewoon in vasthechten. Maar dat weten de meesten van jullie wel. Wat je nu hebt gemaakt, is het oor van Sjaan. Hier moet je dus 2 van maken voor je kussen. Ik neem aan dat iedereen dit gaat snappen. Zo moeilijk is het niet. Als je er 2 van maakt, is het altijd goed. In de volgende video ga ik over naar de mond van Sjaan. Ik zie jullie in de volgende video.